Goedemorgen, het is een drukke dag vandaag. Dit moet ik allemaal doen. Ik heb een gesprek met mijn editor online over mijn boek. Ik heb de finale van de minister van de Nieuwe Economie. Dus daarvoor moet ik straks het huis uit, oh my god, naar de beurs van Berlage. Dus dat is met opnames en zo. Dus daar moet ik me ook nog een beetje presenteerbaar voor maken. En dan heb ik vanavond nog een online meeting met iemand die een film maakt waar ik een rol in heb. En we hebben even overleg. Het zijn in principe maar 3 dingen, maar het drukt zwaar op me. Ik heb dus van mijn redacteur mijn boek teruggekregen met alle aanpassingen. En ik wil eigenlijk een klein beetje huilen van hoeveel werk het nog is. Ik ben echt een beetje overwhelmed. Het is echt... ja, ik moet gewoon nog echt helemaal erin duiken. Gewoon vooral op structuur. Gewoon welke alinea moet waar. En moet dit stuk niet ergens anders? Of moet deze paragraaf niet verwijderd? Of nou, dat soort dingen. De reel die ik heb gemaakt... aan het begin van dat ik met mijn boek begon te schrijven, die is nu weer volledig toepasbaar. Ik zal hem even hier laten zien. Oké, mijn cupje zit erop. Nu nog iets aandoen, iets jurywaardigs. Iets jurywaardigs. Een pak? Nou, dit wordt het dan denk ik, zonder de staart dan. Nou, staartje goed toch? Ja. Oké, ik heb echt vette stress voor tijd. Okay. Normaal heb ik dat nooit. Oh. Ik ben altijd zo op tijd. Ja. Waarom is het vandaag fout gegaan? Oh jee. Verkeerd gelezen. Oké, nou goed. Go, 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 go. Zo. zo. ik ben in de beurs van Berlage. Waar zo de finale plaatsvindt van de minister van de Nieuwe Economie. Ik zit al helemaal in de make-up. Kun je wel zien, want ik heb een prachtig egale huid. Mijn haar is helemaal getist, dus ik hoef niet te twijfelen dat ik geen volume heb. Heerlijk. Ik hoop dat ik het ooit nog eruit krijg. Ja, het gaat zo beginnen. Spannend. Zin in. Ja, oké. Wat is het eerste dat we gaan doen als we thuiskomen? Is dat een Max een kus geven? Nee, hè? Nee. Joggingbroek aantrekken. Eerst... Eerst BH uit, broek uit. Daar is hij weer. Hadden jullie hem al gemist? Mijn brandplek is best stevig geworden trouwens. Hij doet ook echt nog steeds zeer. Nu kunnen we de katten gedag zeggen. En Max. En eten. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Hi, Potentje! En Furby! En Maxi. Wat is met jou? Goed hoor, ik had al een joggingbroek aan. Dan ben je klaar. Ja, toch? Hey, vriendin van me. Hey. Zoek de kat. Nou, dat was niet heel moeilijk, hè? Ik heb even wat gegeten en nu heb ik... Het is 8:15. Ik heb een... online meeting, gesprek, dinges. Met de regisseur van een korte film waarin ik ga spelen. Dus dat is even een kennismaking. En ik heb er vet veel zin in. Mijn tegenspeler is iemand uit mijn klas, zag ik vanochtend. Die is voor een andere rol gecast. Mijn lover, om het zo maar te zeggen. Dus dat is vet leuk. Ik heb er echt super veel zin in. Ik heb geen idee wanneer we gaan draaien. Maar er is een uitzondering voor audiofilm.
voor de audiovisuele sector. Dus tv-producties en zo mogen wel allemaal doorgaan. En dit is ook, deze opnames. Volgens mij is het ergens gewoon in februari. Uiteraard wel gewoon veilig en op afstand en al dat soort dingen. Behalve dus als je aan het spelen bent. Dan mag je dus wel als acteur de afstand verkleinen, om het zo maar te zeggen. Scheelt wederom nu ik weet dat ik, als het goed is, soort van nog wel even immuun ben. Maar, nou goed. Ik heb er heel veel zin in. En zo, mijn foundation ziet er echt goed op, hè. Ze deed het met zo'n spuit, deed ze net. Zo, pff, foundation airbrush of zoiets. Dat is echt vet. Ik vind het altijd heel vervelend als mensen die vloggen halve verhalen vertellen. Of alleen maar vertellen wat ze hebben gedaan en het niet laten zien. En niet vertellen, als ze dan zeggen dat ze iets gaan doen, daarna niet vertellen hoe het was of weet ik veel wat. Maar volgens mij heb ik zelf vandaag ook echt halve verhalen verteld. Het was dan ook echt een chaotische dag. Daar komt boter alweer aan, op zoek naar een beetje water uit de kraan. Nou, kom maar dan. Is het nog eens quality content, of niet dan? Wat is dat toch met katten, dat ze vers water willen? Is dat iets met zuurstof of zo te maken? Of doet dat ze denken aan de natuur of de tepel van hun mama? Hier kan je toch echt uren naar kijken. Hé, hey, grote meid. Oh. Nou, wij drinken nog even door. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot morgen.